Welkom bij Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. En vandaag is een soort inburgingscursus. Alles wat je wel, maar vooral ook niet wilde weten over zwangerschappen. De eerste keer dat ik een pasgeboren baby zag, ik schrok me echt helemaal rot. Oh, het is een echte projector. Oh, ik dacht even dat je een Tarzan had gekocht. Ja, hele smal. En ik stond er met dat kind en het enige wat ik dacht, het lijkt net een aardappel. Maar ik kon gewoon die blauw bestoomde kamer binnenlopen met een klein wintermannetje tussen me kiezen. En al die gasten weten, die Bassie, ja, die schiet dus niet met losse vlodders. Ik heb wel per ongeluk een beetje over mijn vingers geplast. Maar wij stonden om 9:00 op de stoep van de Super Mega Baby Store. Lieve schat, Lassie ligt 9 maanden dubbel gevouwen in jouw buik. Die krijgt toch geen hernia van de matrasje van de beddenkoning? Terwijl ik mijn vrouw probeer los te weken van deze prenatale Greet Hofmans, zijn we binnen no time een maand salaris verder. Oh, kijk nou! Een jasje met die beertjes. Ik zie eruit als een varken. Ja, maar dat hoort er natuurlijk een beetje bij, hè? Let goed op. Het is onmogelijk voor het mannelijk lid om de foetus te bereiken. Ik heb mijn ouders het dan zo totaal geplant. Ze rookte volop in de auto. En we speten vol met land. Hebben mijn ouders... Echt, ik vind het idee dat je met seks kinderen kunt maken zo goor.